In 12 Stekjes Groen help ik mensen die van een bescheiden buitenruimte een groene oase willen maken. Ze weten niet waar ze moeten beginnen, dus samen met de bewoners ga ik aan de slag om hun stekkie duurzamer, groener en comfortabeler te maken. Vandaag ga ik langs bij Wilco en Lois in Kampen. Ze wonen in een kleine, ommuurde stadstuin waar het zomers echt wel heet kan worden. En ze willen het heel graag groener en koeler, zonder al te veel ruimte te verliezen. En ik ga ze daar vandaag bij helpen. Hey, Martin, kom verder. Dankjewel. Hi. Hey Martin. Hi Martin. Hi. Leuk je te zien. Dankjewel. Welkom. Ja, leuk. Ja. Leuk huis ook. Ja, dankjewel. We hebben ons best gedaan om iets moois van te maken. En hoe lang wonen jullie hier al? Nou, ik woon hier 6 jaar. Ja. En Lois... een klein jaartje. Ja, een klein jaartje inderdaad. Ja. Bijna een jaar. Ja. Jij bent bij hen ingegaan. Ik ben bij hen ingegaan, ja. Ik voel me helemaal thuis. Dat heb ik valt. Ja, zeker. Ja. Er zijn een paar dingetjes veranderd in het huis. Ik wou net gaan vragen. Een paar dingetjes, met wandklever toch een beetje planten in terugkomen. Ja. En een giraf aan de muur. Maar de planten die stonden er allemaal al. Hè? Okay. Ja. Dat is echt jouw ding. Ja, mijn passie is echt de planten. Want ik vind, planten is wat leeft, maakt het huis levend eigenlijk. Ja. En groen staat me heel erg aan, dus dat gedeelte is echt van mij. Het is een beetje jungle, Larry. Ja, het is een beetje jungle geworden. En waar komt dat vandaan? Wij zijn heel erg gek op reizen. En we werken ook allebei remote. En als we niet remote werken, dan zitten we hier binnen. Ja. En dan kijken we toch de hele dag de tuin in. Ja. En die is niet zo leuk nu. Nee, het is een beetje saai. Ja, tot nu toe wel. Hey, en de zon schijnt nu ook, dus het is waarschijnlijk ook heel warm daar. Ja, nee, het is helaas in de zomer is het eigenlijk niet te doen om buiten te zitten op dit moment. Dan als de zon erop schijnt, dan wil je eigenlijk niet naar buiten toe inderdaad. Dat is een beetje het probleem op dit moment. Ja. Oké, zullen we gaan kijken buiten? Ja. Ja, leuk. Ja, ik vind het een leuk plekje. Klein maar fijn. Knus. Ja, zeker. Ja, wat zouden jullie graag willen? Waar loop je tegenaan? Ik heb een tijdje geleden een aantal dingen geprobeerd, maar het is een beetje vervallen. En het wordt hier gewoon heel erg warm. Dus het is toch lastig om een bepaalde plantsoort te kiezen wat lang blijft leven. Ja. En we zouden het prettig vinden als we af en toe onze laptop even hier naar buiten kunnen nemen, dat we daar even kunnen werken natuurlijk. Ja. Of even zitten met vrienden of zo. Ja, je mag alles doen. Als het maar mooi wordt. Oké. Ja, dan hangen hier allemaal kabels. Ja, daar kan hartstikke een mooie klimplant in. En ik wil sowieso meer met klimplanten gaan werken. Want die blijven op de muur. Ja. Kun je een beetje uit laten groeien. Dus dan heb je toch veel groen. Je kan het eigenlijk overal naartoe brengen. Want als je echt bordes gaat maken hier, dan wordt het echt te krap. Ja, je hebt daar ook nog die kliko's staan. Daar. Is dat niet echt mooi? Nee, die zijn heel erg lelijk inderdaad. En daar zouden we eigenlijk ook heel graag iets voor willen hebben. Dus als je een idee hebt, dan... Idee is zat. Wat wel belangrijk is, jullie hebben natuurlijk allemaal muren. En soms steken die funderingen uit. Dus je hebt de muur, dan ga je de grond in en dan steekt de fundering een stukje uit. Dat zou onhandig zijn, want dan kan je niet planten. Dus we moeten eigenlijk eerst wat steentjes weg gaan halen. Ik ben heel benieuwd. Ja, laten we doen. Ja? Oké, dus als jullie hem een beetje leeg maken, dan ga ik gereedschap pakken. Gaan we doen. Ja, top. Hier zie je duidelijk de fundering. Dus dat betekent dat we er een stukje vanaf moeten gaan planten. Dus die komt iets van de muur af. Zo, kijk. Mooi. De klimrekjes of trellisscherm. Die wilde ik op de muur bevestigen, op één lijn. Ja. Verdelen met z'n drieën en dan aan de andere kant ook één. Dus ik ga jou er eentje geven, kan je erbij zetten. Ja, is goed. Zet hem dan gewoon bij. Ja, dankjewel. Nou, ik wil ze wel een beetje op hoogte hebben, hè, want het zijn tenslotte klimplanten. Dus dat rekje moet niet op de grond, moet een beetje van de grond af. Ja, en dan met z'n drieën naast elkaar. En de meeste klimplanten die slingeren. Ja. Dus vandaar dat ik dit latje, wat ruimte heeft aan de achterkant, aan de voorkant doe. Dan kan die plant zo erdoor. Heb je nou lijfruit, die groeien dan weer horizontaal, die takken, dan doe je het andersom. Dus dan kun je hier ook weer het lijfruit zetten. En dan is hier nog een beetje ruimte, heb je een beetje afstand. Je kunt het ook makkelijk vastbinden, want dan kun je er omheen. Ik moet het even uitmeten, dat we overal dezelfde ruimte tussen hebben. En dan gaan we boren. Let's go. Ja? Ga jij doen, hè?
hebben het vastgezet met schroeven. Kun je het altijd toch weer makkelijk loshalen, mocht je erbij willen. Ja. En we hebben deze rek op de muur gezet, zodat je echt makkelijk de hoogte in kan, zonder dat het ten koste gaat van de ruimte. Want ja, het is best wel een kleine ruimte. Dus dan heb je toch groen en toch nog genoeg bewegingsvrijheid. De kliko's waren een lelijke blikvanger in deze tuin. Om ze mooi weg te werken, plaatsen we ook hier een trellisscherm. Nou, mooi. Top. Zo. Als het goed is, is hij op maat. Nou, heel goed. Want ik heb hem al op maat gezag. Wil je hem erbij houden? Ja, natuurlijk. Even kijken. Hier? Ja. Oh ja, omdat hij hier zich gaat. Ja. Dan wil ik die paal aan de voorkant hebben. Ongeveer zo. Ik kan natuurlijk zo een wandje om de kliko's te camoufleren voor van alles maken. Maar ik dacht, dat is wel leuk om dit te doen. En dan bijvoorbeeld met klimop of Toscaanse jasmijn er doorheen, heb je een groene wand. Mooi en praktisch. Goed gekeurd? Zeker! Ja? Nou, let's do it. Dan gaan we hem vastzetten. Als jij hem vast wil houden, ja. Zo. Niet alleen in de tuin verandert er wat, bij jullie ook, hè? Want ik zie een klein buikje daar. Ja, dat begint al een beetje te komen. Wij zijn in verwachting. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het was het eerste kindje. Ja. 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 Gaat goed? Ja, het wisselt een beetje per dag. Vandaag gaat het toevallig heel goed. Ja. En ook nog met mooie tuinen erbij, dus vandaag ga ik hier een stuk. En hoe ga je dat doen dan straks met het reizen? Ja, die gaat gewoon mee, hè? Natuurlijk. Ja? Een kindje, dat hoeft ons niet te beperken. Dus we gaan gewoon door met ons leven en wat we graag willen. En, ja. Ja, het is alleen maar mooi dat je zoiets je kind kan geven. Stoer. Geld verdienen kan je gewoon onderweg. Ja, we nemen lekker onze laptop mee en we kunnen eigenlijk overal intunen en eigenlijk overal werken. Dus dat is super fijn. En dat maakt het ook gewoon makkelijk voor ons eigenlijk. Dus, ja. Ja, ideaal. Ja. Hey, en daar moeten we ook rekening mee houden mee in de tuin natuurlijk. Ja, want, daar wil je natuurlijk ook een beetje ruimte voor, ja, voor houden. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, het is wel leuk om die drie betonnen muren, dat is niet zo uitdagend voor een kindje ook. Nee. Dus we vinden het wel heel belangrijk dat ze of hij in een groene tuin kan spelen en ontdekken. En dat niet de felle zon dan de hele dag erop staat. Ja. Nou, laten we dit afmaken. Yes. Hè, klimplantjes er tegenaan, dan zien we de kliko's niet meer. Ja. En dan, dan gaan we grote dingen planten, zodat je een beetje kleur en schaduw krijgt. Ja. Gaan we doen. Ja? Leuk. Ja. Oké. Nou, we gaan planten. We moeten een beetje goede grond erin brengen, want het is veel zand. Ja. Dus ik ga het mengen met potgrond. Want als je gewoon een plant in het witte zand zou zetten, dan ga je zien dat hij heel goed wortelt. Okay. Dus ik meng het er een beetje door, maak die goede wortels. Wit zand heeft natuurlijk niks te eten. Dus vandaar dat we die potgrond en die klei die onderin zit, lekker er doorheen roeren. We hebben een heel mooi mengsel. Ja. Ja, dan vindt die plant lekker. Helemaal goed. Pak maar een schep en dan kunnen we die gaten wat dieper maken. Ik probeer een beetje die aarde, wat nu los is, aan te drukken onder de kluit. Oh, okay. Het is een beetje los nog eronder en er kunnen ruimtes onder zitten, lucht, en dan droogt die kluit uit. Ja, dus ik druk het altijd een beetje aan nog met die achterkant van de schep. Goeie tip. Ja, dat vind ik handig. Ja. Twee verschillende rozen, allebei roze, toch? Mag het roze noemen. Compassion. En daar staat een New Dawn. Je moet alleen even opletten dat er geen luis in komt. Je kan met gewoon een mengseltje water, spiritus, een klein beetje zeep. Goed schudden en dan met een plantenspuitje in het begin even een beetje wegspuiten. Wat luis betekent? Nou, daar houdt de plant niet van, daar wordt hij een beetje lelijk van. Oh. Nou ja, en Compassion die staat bekend omdat hij heel lekker ruikt. Oh, die ruikt wel heel lekker, ja. En snoeien. Snoeien doe ik altijd in het voorjaar. Vooral de takken die op je afkomen. Hè, want dat wil je niet. Je wil dat het tegen de muur blijft en omhoog groeit. En dan daar weer uithangen. Ja. En dan kun je het daar weer aan een draad binden. Ja, dat is waar. We hebben eerst alle grote dingen geplant. We gaan nu wat kleinere dingetjes planten. Ik vroeg me af, ken je deze? Ja, hij komt me wel bekend voor, maar ik ben even de naam kwijt. Fatsia. Werd altijd gebruikt als kamerplant, want doet het echt ook super buiten. Al helemaal als hij een beetje uit de vorst staat. Hij kan prima vorst hebben, maar dan vriest hij een stukje in. En dan komt hij gewoon weer met nieuwe scheuten terug.
Ik heb ze wel gezien van bijna 4 meter hoog. Zo hé. Ja, dus het wordt toch wel een aardige jungle hoor hier. Ja, leuk. Daar hou ik van, dus dat heb je goed gedaan. Hoe vinden jullie het geworden? Ja, echt super gaaf. Echt heel mooi. We hebben echt, ik zei net ook al, we hebben echt een tuin gekregen. Alblissia, ja. De boom wordt natuurlijk nog groter. Ja. Als die iets heen en weer gaat, dan kun je die altijd nog vastzetten met een ijzerdraadje aan de bamboestok. Oh ja. Maar liever niet, want als hij merkt dat hij heen en weer gaat, dan denkt hij, hey, ik moet goed wortelen. Oh, dan maakt hij ook een dikkere stam. Ja. En als die stam een beetje zo is, of bijna twee keer zo dik is dat hij nu is, dan kan je ook de bamboestok weghalen. Ja. Nou ja, en dan straks een tuin vol met z'n drietjes. Het is extra fijn dat er wat groens is om, ja. Om te ontdekken en te spelen en de extra ja, ruimte die er is. Er is ook schaduw daar in die hoek, waardoor je nu ook gewoon met je laptop daar kan zitten, kan vergaderen, kan werken. Dus we hebben echt een tuin gekregen. Ja. Nou, geniet ervan. Ja, dankjewel. Komt goed. De tuin is nu echt een verlenging van de huiskamer. Gezellig en een stuk koeler. In de volgende aflevering maak ik van Brian's saaie mini-balkon een groene oase.